etwas. Egoistisch. Heeft iemand van jullie vader gezien? Ik niet. Zo goed, ik moet hier niet aan het trekken. Niet betaald om te gaan. Ik ben niet graag. Ik ben graag. Sorry, schat, maar heeft iemand van jullie vader gezien? Ik heb hem vanmorgen nog niet gezien. Hij heeft ook nog iets op witte en als hij niet oppast, komt hij nog gelijk op zijn weg. En daarna niet te wassen, Ellie. Harry Haas is een sterke tegenstander. Lieve Shelly, iedereen met mij dat ik de vrienden in zijn en morgenavond gaat hij naar zijn oude woning. Erik heeft mijn nieuwe licht cadeau gedaan aan het studeren. Jullie zijn ook uitgenodigd. Ik ben zeker dat je iets gepast aan jullie en mijn andere trekken. Misschien een nieuwe persoon of zo. Dank je voor de vriendelijke uitnodiging die nu Ellie, je kunt op ons rekenen. Steken, spijker, naar huis. Die Ellie Ego, wat is dat toch een... Pinnie, Pinnie. Zo, daar is mee, jullie twee. Ik had die Ego, zo best in me altijd. Ons ook altijd. Altijd zijn we bang van de tijd. Ze pokken altijd dat die broek aan, maar iets anders. Dat is
kinderen. Het geeft niet hoe langzaam je bent. Wat telt is wat er binnen je ziel zit. Jullie weten toch wat jullie geleerd hebben? Familiebedrijf maar leiden en burgemeester worden.
Maar als iemand geen pot kan, toch nooit horen, want er zit niks fut in. Hij weet niet eens hoe hij succesvol kan zijn. En het is een vrouw dat ziet en dat ons gesproken heeft. Hij is nodig om moeder om te testen. Zien hij verandering? Nou ja, ze kunnen het ook niet doen. Dat ze luisteren en aangezet nu niks zeggen. Het is heel wat vriendelijk. Dat is zeker. En het steken is weg. Ik weet niet wat ze echt niet had. Yeah, of die oude, saaie minister als voor je mensen. Dat zal na vandaag geen vraag meer zijn. Ik ben wel zeker dat iedereen zal vinden dat ik de beste kandidaat ben. Dat is een beetje zo. Altijd een plan zoals dat plan is. Voilà. En wat?
hier zijn makkelijk om rond te slippen. Ik zie niet iemand net niet even overpakken. Dus wat moet ik het toch uitleggen? Dit is business, dat de persenmassa en spiermassa. Ik heb persenmassa en je hebt een pot vol brommers en zonnebrommers. Ik dacht dat we beroeps waren, maar toch topklasse vervaarlijke rossen. Banken overvallen, kidnappen, in het vliegende een paar kippetjes bang maken en zelfs nu. We lijken het groene vingers zien wel. Dus voor de laatste keer, mijn hart sprak over 5 minuten zon gezien van Lid Lucida. Erik had de schuld, mijn hart had burgemeester en wij kregen een zak voor geld. Wij rossen werken voor haast. Dus moeder van dank leed de kerel in ook in haar graf. Ik moest thuis mee gaan boven, daar had ik al heel veel in mijn gevallen. Ook als een hoop opgeladen flaporen, konijntanden en de sepsis met. Pardon, monsieur? Perfecte timing. Goedemorgen, mijn haas. Mijn broer en ik hadden het er net over dat we zo blij zijn te mogen werken met zo'n fijne, eerbare gentleman als u. En ja, ja. Al goed. Ik zie dat jullie de. Weet wat wat hebben? Nee, dat is over sinds vorige week. De dokter heeft daar een zelfje voor gegeven. Hebben dus een zonnebloembloes? Wow, wow, wow. Het is geen gewone zonnebloem, barbaar. Het is een. Solenicus, Polenicus, Magnificus. Dat is dus. Jullie weten wat jullie moeten doen. Ja, baas. Dus het wordt nu in het niet. Ja, baas. Ja, nee, baas. Ik hoop van niet. Mijn hele carrière hangt hier vanaf. Dus maak geen fouten. Dat kan zeker, mijn baas. We hebben attesten voor aanslagen, certificaten voor schimmelen en keurmerk voor kathartigheid. En ik heb een diploma snit en naad. Op school begon het allemaal. Ze zijn klaar voor het kerstferen. De andere kinderen.
Madeleine, alsjeblieft. Klem zijn tot klem 3 voor u, meneer Wissen. Welkom bij Haas en Co. Jouw bekend.
moeten houden. Ik weet niet eens waarom ik zo'n losers naar werk geef. Harry, je hebt het niet gezegd, waarom is het een beetje? Je wil er toch goed uitzien door de persconferentie. Valère wordt, zal er van alles veranderen, ook voor de familie als ons nog naar Valère wordt, denk ik toch. Mijn stem heb je. Osh, hij kijkt weer. Ik heb je al één keer gewaarschuwd, schildpad. Een halve dag loopt. Met Harry. Pardon, het is meneer Haas voor jou. Excuseer meneer Haas, de digita is aangekomen en de pers is er. Oké, iedereen op jullie plaatsen. En denk eraan een smile. Zoiets in onze eigen vallei kan gebeuren. We zouden denken dat we 's nachts rustig in ons bed zouden kunnen slapen, maar nee.
Waar slaapt hier iemand rond die er vandoor gaat met onze waardevolle eigendommen? Ah wel, ik hoop dat de postmoeder snel gestraft wordt en streng gestraft. En zeer teleurgesteld. Erik zou iets nooit doen. Het is maar een plan. Erik heeft het gedaan en dat zien we, Simon. Meneer Egel, ik denk dat je best mee komt met jou. Ik ga me toch niet arresteren. Wat een stiekem. Wat een vreselijke show. Oh, sorry, jullie zien dat jullie die tools meemaken. Ik denk dat dit het einde betekent van deze persconferentie. Maar dit is een belangrijk ontwikkeling. Mag iemand als reporters de deur wijzen, alstublieft? Simon, je bent een kleine, zielig oude stuk vreten en ik kan niet wachten om jou in een slakkige zingen te laten voilà, te gooien voor goed. Thank you.
voor sportdagen. Hij kreeg altijd de prijs en ik? Dan ben ik niet eens op mijn hoofd of mijn knie. Hij heeft gelijk, ik ben een loser. Nu moet je eens goed luisteren, Simon, schat. Jij bent geen loser. Jij bent de beste. Misschien eindigt hij als eerste in die race, maar hij had hem nog geen winnaar. Wie wil zijn zoals hij? Ik in ieder geval niet. Hij houdt van niet. Hij heeft geen vrouw of geen kinderen om aan te houden. Hij is een loser. Dat zeg je niet meer als je morgen uit het huis zit. Wat geeft het als ze moeten verhuizen? De egels hebben het al gedaan. De eekhoorns zijn aan het inpakken. Het is zoals Ellie zei die zijn naam legt, dat hele verkiezingen doen. Wees, je bent het belangrijkste om ons gezien. Ah, nee, ik dacht dat die Ellie niet van huis zijn. Oh, ze is eigenlijk best wel oké, als je wat dieper gaat. Haar hoofd is alleen een beetje op hoog geslagen met dat hele verkiezingen doen. Maar jij wordt gerespecteerd door het hele vallei. We zullen morgen ook allemaal voor je supporten. Denk eraan wat je aan je kinderen altijd zegt. Je bent trots op wie je bent. Misschien win je zelfs. In mijn dromen zeker. Zelf dromen kunnen uitkomen als je maar genoeg in gelooft.
hebben ze weer een haaien. Daar hebben ze weer een waar geen kans op. Liepje kan toch niet verliezen. Een klein wetenschapje kan toch geen kwaad. Harry is een grote favoriet, maar je weet nooit wat Simon deze schip moet. En jij jongen, maar net je moeder het te weten zou komen? Dat moet je dus niet zijn. Ze heeft net al haar huishoudje van deze week ingezet. Niks tegen je pa zeggen. Kom aan, dames en heren. Laatste kans om je beroep te beproeven. En profiteer ervan. Hallo, schatje, hoe wil je inzetten? Deze extra uitzending waarin we u live leden van de race tussen heren Harry en Simon Sipat. De spanning stijgt tussen de menigte en we hebben onze twee tegenstanders nog niet gezien. We hebben wel bericht gekregen dat meneer Haas deze morgen gezien toen hij te kijken was. En dat meneer Sipat deze morgen werd opgemerkt toen hij aan de wasrijd hangen was. Maar wat is de prijs dat in deze race te winnen valt? We hebben geruchten gekregen dat meneer Harry zijn bedrijf en thuis op het spel heeft gezet en zijn titel van burgemeester. Bij ons staat de meneer Bever van de firma Haas & Co. Goedemorgen meneer Bever, misschien kan u ons iets vertellen? Ik kan zich niet bevestigen, maar ik verwacht graag meneer Haas hier vooruit op een makkelijke overwinning en op het vooruit zit. Die ziet er positief met zijn uitzet aan een zonder pardon is lijkt te trekken. Is dat zo? Ik denk dat ik u even moet onderbreken, want ik zie leden in Sinda aankomen. En we zullen natuurlijk een startje van deze race geven. Goedemorgen, Lady Sinda. Dames en heren, ik wil jullie graag welkom in aan deze opnemendag bij de Emmer Groenwaardij. Vandaag, later zullen we de nieuwe burgemeester de eet afnemen. Maar eerst een race. De race lijkt de... I want to break free. I want to.
helden die u tegelijk bewonderen of verfoeien. In de grote hoek de heer Harry Haas. Klaar? Stop! Ja.
Ik weet het maar niet, broer. Als we die bellen brengen, waarom je dat toch zeggen dat ze iemand de verkeerde kant aanloopt? Ja, en dan? Dan is het toch niet eerlijk? Vincent. Wat ben je? Maar vlug, broer, ik ga met dit spelletje. Stel me nog een vraag. En waar staan mossen voor gekend? Oei, dat is een lastige. Ga ik mijn joker inzetten? Oh, je sluwe, sluwe, wat ben je niet eerlijk, sluwe! Hoe kan ik je broer als jou hebben, mag je zuchten, mag je spuiten, maar nu, wat? Oké, spring niet uit je vacht. Thank you.
ik vroeg, hoe kan de brug opblazen? Meneer Haas helpt me om de race te winnen. Hij loopt de vertraging op als hij helemaal om moet lopen. Vincent, we blazen de brug op nadat meneer Haas erover is gerend. Helpen jullie me dit ding niet op te stellen? Op deze kant vastmaken. Wow, dat zijn mijn veestaven. Geen wonder dat ik zo zwaar was. Ja, het was vast een familie van Kajin. Now.
Ja, weet ik. Je moet het eerst Hartwig bijbrengen. Wat is dat? Hij was ik naar haar gaan spreken. Poeh, wat doen we nu weer? Ik deed een tutje. Sorry, baas. Je moet net op je kruis te leggen. En tja. Ik geloof mijn oren niet. Kom, kom, baas. Ze vallen met mij een beetje aan de grond. Ik kan misschien maar met een mooie strik. Ik ben toen nog knap baas, haas, baas. Stommelingen. Dus jullie zijn echt een stapje verwijderd van het jongens. Nu twee stapjes. De kut is wat als iemand ziet van, je hebt 2 minuten van mij gelopen. Ja, hij is nu op de laatste lijn aan de eindmeter. Ik wou dat ik op hem gewet had. Idioto! Had dat dan direct gezegd? Uit de weg! Ik kan wel gaan, baas! Dames en heren, wij houden uit met vraag. We wachten Harry Haas en moment daar zie ik al iemand aankomen. Daarom ben ik dood.
trots op. Ja, yeah, volgespeeld. Hij moet volgespeeld hebben. Hij moet gedisqualificeerd zijn. De sluwe slak. Harry Haas is de valserie. We hebben hem de hele race gevolgd. Bijna opdraaien. Dynamite leggen. Familie die schildpad zich kan inschenken.